Voor mijn tentoonstelling bij de Fotowerkgelegenheid heb ik ervoor gekozen om een beetje het beste werk van de afgelopen 4 jaar te selecteren. Waarom zeg ik de afgelopen 4 jaar? Omdat ik de afgelopen 4 jaar ook actief was naast kunstenaar als jobcoach. Ik ben dus heel direct in contact geweest met het thema arbeid. Ik heb mensen proberen te helpen in hun zoektocht naar werk. Met deze tentoonstelling wil ik eigenlijk vooral laten zien welke invloed werk heeft op de mens, op de identiteit van de mens. Werken we om te leven? Leven wij om te werken? Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen deelneemt aan de samenleving, dat iedereen aan de slag gaat, zonder daarbij de aandacht te verliezen voor het welbevinden van het individu. Van kinds af aan las ik heel veel stripverhalen. Ik probeerde die dan na te tekenen en uiteindelijk ook mijn eigen dingen te creëren. En zo is het eigenlijk geëvolueerd. Ik ben aan kunst gaan studeren in het middelbaar. Later ben ik leraar in opleiding gaan doen, maar ik ben altijd blijven schilderen, de hele tijd. In stripverhalen zie je heel veel expressie op de gezichten van de personages. En die ben ik vooral beginnen bestuderen als kind, gaan observeren. Ook de mensen rondom mij meer gaan observeren. En op die manier is eigenlijk een beetje mijn fascinatie voor de mens, voor de emotie van de mens, voor de negatieve kanten van ons bestaan, de positieve kanten van ons bestaan. Ik vertrek eigenlijk altijd vanuit een idee en een bepaalde frustratie. Vanuit die frustratie ga ik op zoek naar beelden die mij kunnen helpen om dat idee, waar ik dan over nadenk, om dat uit te dragen, om daar een schilderij van te maken. En vanuit die beelden, ik verzamel een aantal beelden, dat kan op internet zijn, dat kan in magazines zijn, en dan ga ik eigenlijk rechtstreeks over tot het tekenen, soms zelfs rechtstreeks met verf op paneel. Street art heeft een invloed gehad op mijn werk, visueel ook. Het is een stroming die ik toch wel kan appreciëren. Er zijn wel visuele elementen die terugkomen en die je ook in street art gaat tegenkomen. Dus dat heeft onder andere een invloed gehad op mijn stijl, van mijn manier van schilderen. Maar naast street art heb ik ook altijd een fascinatie gehad voor oude meesters. Ik denk aan Caravaggio, Rembrandt, dat soort heerschappen. Dus ik probeer eigenlijk een beetje tussen die twee in te hangen. Dus ik wil ook klassiek schilder zijn, of ik voel mij ook meer klassiek schilder voor een stuk. Maar voor een deel wil ik ook wel iets meer naar dat moderne, naar dat kleurrijke, misschien een beetje pop art, street art, dat soort invloeden. Dus die zijn er allemaal geweest.